De kloof tussen arm en rijk neemt wereldwijd nog steeds toe. En ook Nederland is daar schuldig aan, zegt ontwikkelingsorganisatie Oxfam Novib. De ruim 2000 miljardairs zijn samen rijker dan 60% van de wereldbevolking. Het aantal miljardairs is de laatste 10 jaar zelfs verdubbeld. This is happening because we have created a system which is favoring the billionaires. It is lining the pockets of those billionaires and at the expense of poor and ordinary citizens. Volgens de ontwikkelingsorganisatie betalen de superrijken steeds minder belasting. I think the real responsibility lies with the government. Government needs to ensure that everybody pays the right taxes. Bijna de helft van de wereldbevolking leeft van minder dan $6 per dag. Ook Nederland speelt volgens de organisatie een kwalijke rol. 10% van de winst die multinationals wereldwijd wegsluizen komt volgens de organisatie in Nederland terecht. Nederland moet belastingontwijking echt uitbannen, zegt directeur Servaas. Cadeautje op cadeautje. We hebben besloten om niet door te gaan met het afschaffen van de dividendbelasting. Ook nu de afschaffing van de dividendbelasting van de baan is, wordt de 2 miljard die bespaard wordt in een andere verpakking aan het bedrijfsleven gegeven. Terwijl mensen in de zorg, onderwijs en veiligheid lijden aan zware tekorten. Terwijl de pensioenleeftijd alsmaar verder naar boven dreigt op te schuiven. Terwijl bedrijven lak lijken te hebben aan arbeidsrechten. En dat terwijl het economisch voor de wind gaat.